Arendt karakteriseerde de mens niet zozeer als een sterfelijk wezen, want sterfelijk zijn immers alle levende wezens, maar juist als een geboortelijk wezen. Nu, dat woord bestaat niet eens in onze taal en toch legde Arendt juist daar de nadruk op. Alleen mensen zijn immers in staat om echt iets nieuws te beginnen. En elke keer als we dat doen, als we met woord en daad iets nieuws in de wereld aanvangen, worden we volgens Hannah Arendt opnieuw geboren. Die mens dus is ten diepste een initium, zoals Augustine citeert. Dat wil zeggen, een begin. Een beginner, een initiator, een initiatiefnemer. En vandaar dat Hannah Arendt het principe van de nataliteit zoveel belangrijker, maar vooral ook veel interessanter vond dan het principe van de mortaliteit. Kairos, een nieuwe bevlogenheid, is een wonderbaarlijk, in de zin van voortdurend wonderbarend, bezield geschreven, diepzinnig, rijk en belangrijk, maar vooral ook noodzakelijk boek. Noodzakelijk gezien de stand van zaken in de wereld, in de cultuur en met name ook in ons denken, ons bewustzijn, hoofd, hart en ziel, waar de dans met de wereld begint en eindigt. Heidegger, een van de denkers waar Joke in dit boek mee en vind ik zelfs aan voorbij denkt, noemde een van zijn verhandelingen over de dichter Hölderlin ooit Wozu Dichter in dürftiger Zeit. En diep in mijn hart ben ik nog steeds van mening dat elke dichter en denker en schrijver het aan zijn talent verplicht is om zichzelf regelmatig precies die vraag te stellen. Kairos, die vanaf de Griekse oudheid aan de Renaissance als het andere gezicht van de tijd gold, komt namelijk niet zomaar opdraven om het ons naar de zin te maken. We moeten op zijn komst voorbereid zijn. Voorbereid wil zeggen rust nemen, de aandacht focussen, de geest scherpen en je oor heel goed bij de tijd en de specifieke omstandigheden te luisteren leggen. En de rest is een kwestie van timing. Wat zou in deze schrale tijden, en dan gaat het dus niet om het huishoudboekje, maar om het soortelijk gewicht van ons mens zijn, mijn speciale bijdrage aan, ook weer Heidegger, de zorg voor dat zijn kunnen zijn. Wat is in deze benarde, behoeftige tijden, de boeddhisten hebben het al over een Dharma Ending Age, een tijd waarin de waarheid als verbondenheid van ziel en wereld op zijn tandvlees loopt. Wat is er in dit ontwrichte tijdsgewricht, een tijd waarin, zoals Joke laat zien, de tijd zelf bedruftig is geworden, mijn taak als schrijver? Waar en hoe ben ik nodig? Vandaar dat hij bij de Romeinen ook Ocasio genoemd wordt. En, opmerkelijk genoeg, ondertussen ook nog even van geslacht veranderd. De jonge gespierde mannelijke Kairos wordt dan een bevallige en struise godin, die wel hetzelfde merkwaardige puntkapsel behoudt. Een gladgeschoren schedel met slechts één lange haarlok die over haar voorhoofd valt. Want als je te lang draalt of aarzelt, glijden je handen langs haar kale schedel af en blijf je dus met lege handen achter. We hebben het hier, dames en heren, dus ook over een genderbender, een transgender avant la lettre. En dat is nu weer niet zo verwonderlijk, want wat Kairos in het interval of intermezzo dat hij binnen de kloktijd schept, teweegbrengt, is vooral dat. Een beetje morrelen aan de twee polen van een oppositie, zodat die aan het schommelen worden gebracht en er iets nieuws kan ontstaan. Tijdens het Kairos-ogenblik worden de twee polen op nieuwe wijze op elkaar betrokken. Zoals passiviteit en activiteit, daar had ik het al over, maar ook goed en kwaad. Zegbaar en onzegbaar. Tijdelijk en eeuwig. Wit en zwart. Man en vrouw. Joke is een denker en schrijver die niet alleen die vraag stelt aan zichzelf, en wel op zo'n manier dat de lezer hem direct ook op zichzelf betrekt, maar hem ook weet te beantwoorden die vraag. Niet zomaar vrijblijvend, vrijzwevend, filosoferend, maar door ook echt met iets over de brug te komen, waar wij en de volgende generatie waaraan haar boek is opgedragen, mee verder kunnen. Waar ze in stil de tijd A zegt, en soms O, zegt ze in dit nieuwe boek niet alleen B, maar, en dan heb ik het niet alleen over het achterin opgenomen abecedarium voor het nieuwe begin, een soort handleiding van de hoop, het hele alfabet. Kortom, Kairos is inderdaad het juiste boek op het juiste ogenblik. Vanaf de oudheid tot de 16e eeuw speelde Kairos daarom zo'n belangrijke rol in de filosofie, de beeldende kunst, de literatuur, de geneeskunde en zelfs de pedagogie. Maar tijdens de verlichting verdween die onder druk van het rationele denken meer naar de achtergrond. Dus aan het einde van de 19e eeuw duikt hij dan weer op, en bij wie anders dan bij Friedrich Nietzsche. En vervolgens begint hij aan een trage, een very slow, maar gestage comeback in de westerse cultuur. Eerst bij filosofen als Paul Tillich, Walter Benjamin en Martin Heidegger, daarna bij Foucault, Bart en Deleuze. Om tenslotte de afgelopen jaren ook zijn terugkeer te vieren in de beeldende kunst, de literatuur, de populaire cultuur en de muziek. Zoals bijvoorbeeld in de compositie van de Poolse componist Zbigniew, zo goed. Z-B-I-G-N. Zbigniew Preisner. Die onder andere alle muziek bij de films van zijn grote vriend Krzysztof Kieślowski componeerde, zoals Decaloog, u kent ze alle 10 ongetwijfeld, La Double Vie de Véronique of Trois Couleurs, bleu, blanc en rouge. Zeer mooie muziek waarvan de critici zeggen dat het eigenlijk onduidelijk is of nu de muziek bij de beelden is gemaakt of de beelden bij de muziek. Toen zijn dierbare vriend Kieślowski overleed in 1996, componeerde Preisner zijn Requiem for a Friend, en van het belangrijkste deel, waarvan we nu een fragment gaan horen, Kairos. Het noemstans, of Jetztzeit, ik vrees dat ik aldoor wil zeggen Jetski, van Hannah Arendt. Nietzsche's spoort ogenblik, wat de Hongaarse psycholoog met de onuitsprekelijke naam Mihaly Csikszentmihalyi flow noemde. Jungs synchroniciteit, ook zoiets. Of de Tao, of je moet eigenlijk zeggen tegenwoordig van Christopher Schipper, Tao van Lao Tzu. De weg van het hoe wij, oftewel de weg van het, en dat is essentieel, het niet in de weg gaan staan. En over Oosterse wijsheden gesproken. In de I Ching, het boek der veranderingen, ook wel een beetje goedkoop orakelboek genoemd, dat met zijn 64 basispatronen van de werkelijkheid, geheel en al gebaseerd is volgens mij op een combinatie van Tao en Kairos. Daarin wordt het Kairos-effect aangeduid als, en dat moet echt even half in het Engels, Dragon Hole in Linear Time, waarin de vragensteller samenvalt met zijn vraag en met de spirit die die vraag beantwoordt. Kortom, keuze te over als het gaat om begaanbare paden naar de crossroads. De crossroads van Kairos, het punt waar verleden en toekomst op elkaar knallen, omdat geen van beide voorrang wil verlenen. Het punt waar tijd in tijd snijdt, in een eeuwig, maar daarom niet minder ogenblikkelijk nu. Als het moment waarop je de kans hebt of krijgt, dan wel kunt creëren, op dat punt is er geen verschil, om tussen beiden te komen, te interveneren in de loop der dingen. En om, met andere woorden, het verschil te maken. Want laten we wel wezen, en Joke, die met haar in haar genen ingeprogrammeerde pedagogische gave en overgave, haar literair gevleugelde geestkracht, en niet te vergeten engelengeduld, 5 jaar, in haar boek allemaal haarfijn en meeslepend uit de doeken doet, laat er geen misverstand over bestaan dat het daarom gaat. Om het maken van het verschil in de wereld. Doe je dat niet, ben je niet meer dan een toerist in het leven, een voorbijganger een omstander of erger nog, een met je dikke ego alles en iedereen in de weg staan. Dank je, kennen het al. Wat stelt ons precies in staat om dat nieuwe geboren te laten worden? Hoe verhoudt onze ervaring van tijd zich tot die creativiteit? En welke rol spelen enthousiasme, inspiratie en bezieling hierbij? Allemaal vragen waarop ik in dit boek een antwoord probeer te geven. Vanuit de overtuiging dat de tijd, dames en heren, rijp is voor een wat meer bevlogen denken. Een nieuw geluid dat nu niet meteen weer door dat driespan, ironie, sepsis en cynisme wordt gesmoord. Omdat dit drietal, hoe pittig ze onze gedachten soms ook weten kruiden, nu eenmaal niet voor die verandering kan zorgen. In haar boek De tijdsbeleving à la Kairos versus Chronos, vervolgens, al dan niet aan de hand van favoriete denkers en schrijvers als Hannah Arendt en Virginia Woolf, het ene dier, de Arendt met 2020 vision hoog boven de aarde cirkelen, de ander, de wolf, met haar neus aan de grond, met een aantal van de grote issues van deze tijd. De manier waarop de technologie met ons aan de haal dreigt te gaan. De tot wereldloosheid en uiteindelijk barbarij leidende opheffing van het onderscheid tussen privé en openbaar in het zogenaamd sociale. Wat er mis is in het onderwijs. De wederzijdse vervreemding van politiek en kunst. De rol van de verbeelding. En biedt op al die terreinen, strijdlustig als ze is, nooit bij de cultuurpessimistische pakken neerzittend, een echte woman warrior, voorvechter van de hoop en van de bezieling, handvaten voor een nieuw perspectief, die wij, u en ik, zoals wij hier allemaal staan, in onze zak kunnen steken. Joke J. Hermsen knows time. En ik raad u dan ook van harte aan hetzelfde te doen als ik. En neem haar dat in grote dank af. Dank u wel. Swingende solo, dankjewel. Ja. Wat een prachtige woorden, Joke, ook dankjewel.